De hele dag is de brandweer nog druk met de nasleep van de brand in Nigtevecht. Het vuur ontstaat vanochtend vroeg in een opslagloods van een aannemer aan de Vreelandse weg. Om een uur of vijf vanochtend, even na vijf, werden we wakker van allemaal knallen. En dat leek wel op vuurwerk. Maar het blijkt brand. De overburen bellen 112 en moeten daarna meteen zelf aan de slag om hun boerderij met rieten kap te redden. Ze zijn gelijk naar buiten gegaan en die hebben met de tuinslang, moesten ze weer aansluiten vanwege de vorst. En die hebben een ladder gepakt ook om het rieten dak vrij te houden. Het duurt lang voor de brandweer het vuur onder controle heeft. De loods ligt zo afgelegen dat het moeite kost om genoeg bluswater te krijgen. Extra lastig is dat er gasflessen in het pand staan. Dan ga je toch wel eventjes realiseren dat het toch wel serieus is. Met de gebeurtenissen in Moerdijk in het achterhoofd. Ja, dan krabbel je toch wel even achter je oren. Maar de gasflessen vormen uiteindelijk geen probleem. Wel wordt duidelijk dat bij de brand asbest is vrijgekomen. Het verspreidingsgebied van het asbest is niet zo groot. Dat is een klein stukje beneden winds. Maar het gevolg is wel dat de bewoners van drie huizen een groot deel van de dag niet terug kunnen. Om te voorkomen dat ze bij het in- en uitgaan van hun woning ook die asbest hun woning binnenbrengen. Dat is natuurlijk helemaal vervelend. Dus op deze manier hebben we heel veel voorkomen dat die asbestverspreiding die kant op gaat. Aan het eind van de middag mogen de bewoners weer naar huis en ruimt een gespecialiseerd bedrijf het asbest op. Van de loods is nog maar de helft overeind gebleven. Ik hoop dat het met de sisser afloopt, maar ja, schade is er altijd natuurlijk, hè?